in het jaar 2022 door de huidige crisis in heel wat landen maatregelen zijn genomen die neerkomen op een heel directe subsidie voor fossiele energie. Denk aan lagere btw-tarieven voor gas, maar denk ook aan het steunpakket dat bijvoorbeeld de Duitse regering heeft toegekend voor de Duitse industrie ten behoeve van 200 miljard euro. Dit zijn eigenlijk allemaal subsidies die het fossiele systeem blijven ondersteunen. En we weten allemaal dat tot voor dit jaar de totale som van fossiele subsidies al ontzagwekkend hoog was. Het IMF heeft dat becijferd op een kleine 7% van het wereld-BBP. Dus we praten natuurlijk over CO2-reductie. We moeten goed beseffen dat de wereld nog altijd enorm veel middelen, laten we zeggen 1 op 15 dollars of euro's, effectief besteedt aan het ondersteunen van onze fossiele afhankelijkheid. Dat is natuurlijk niet echt het meest consequente verhaal. En ook die kwestie moet met meer kordaatheid aangepakt worden. Onder andere om middelen te kunnen creëren, zoals extra fiscale ontvangsten, die nodig zijn om de transitie ook mede te kunnen financieren.